ik denk dat automatisatie, zoals men in het Engels soms wel eens pleegt te noemen, here to stay is. Dus dat wil zeggen, automatisatie gaat er altijd zijn. Hè. Natuurlijk gaat dat angst inboezemen bij mensen, maar ik geef dan altijd het volgende voorbeeld. Vroeger had je heel veel mensen die werkten in de landbouwsector en toen kwamen de landbouwmachines op. En toen schreef men ook moord en brand, want alle arbeidsplaatsen gaan verloren. Maar wat is in de plaats gekomen? Dat zijn taxichauffeurs. Dat is een job die totaal niet bestond in 1800 en 1900. En zo gaat die trein verder, hè. Bijvoorbeeld binnen 100, 200 jaar. Er gaat niemand nog een taxichauffeur zijn, maar heb je bijvoorbeeld wel fact-checkers, heb je big data-analysten. Wie weet zitten we dan al niet op een andere planeet. Hè? Dus je weet niet welke weg dat het gaat, maar automatisatie zal altijd zijn. Automatisering op een werkvloer zal eigenlijk een soort vast onderdeel van een organisatie geworden zijn. En die zal veel ruimer gaan dan wat ze nu zijn. Je zal naar een situatie gaan dat men veel slimmer met data zal gaan omspringen. En dat die data sterker zal aangewend worden om meer gepersonaliseerd te werk te gaan. Sowieso zal de werkvloer meer geautomatiseerd zijn. De vraag is in welke richting dat dit gaat, is heel moeilijk te voorspellen. Trouwens, voorspellen vind ik ook een slecht antwoord, ja? Omdat de toekomst wordt gemaakt. Ja? De toekomst zal het resultaat zijn van de keuzes die we vandaag maken. En ik herhaal het, dat soort van keuzes die we moeten samen maken. Werkgevers en werknemers, politiek en samenleving, technologie-experten en vele anderen.